Even recht staan, alstublieft. Wil je plaatsnemen, alstublieft? Zitten. Dit is dus de echtscheidingprocedure van meneer en van mevrouw van Achterbroek. U bent mevrouw van Achterbroek? Ja. Ja, meneer de voorzitter. Ga eens even van Achterbroek. Ja. Ik wil hier aangesproken worden met meneer de voorzitter. Hebt u dat begrepen? Met meneer de voorzitter, hebt u dat verstaan? Vind je mijn leeftijd? Is wel een eigenaardige naam. Van Achterbroek. Het is een belachelijke naam, meneer de voorzitter. Daar aan hoorde direct uit mijn stoeme familie dat je komt. Hela, hé, dan is het toch liever van Achterbroek dan van Promendonsen, hè? Je wordt al heel gesproken als ik iets vraag. Zeg, stop! Als ik vragen stel, dan meneer Gansloon. Heb je dat begrepen? In het dossier staat wel vermeld dat Van Achterbroek verklaart slagen en verwondingen te hebben opgelopen vanwege zijn vrouw. Dat is heel juist, meneer de voorzitter. Zijn er geslagen dat ik niet meer recht kom? Zadoren. Is dat waar, me dan Van Onderbroek? Van Achterbroek. Ah? Van achter. Ja, meneer de voorzitter, ik heb hem geslagen. En ik heb er geen spijt van. Maar allemaal dat die man... Pas op, de ritter! Dat die man de dingen dat dan zou ik niet vragen. Er is een dorp van me denken. Een beetje kalm, dan wilt u plaats nemen, alstublieft, madame. Ja, dat verliert zich. Ja. Als de echtscheiding zou je wel eens een beetje een paar jaar kunnen aanslepen. Alstublieft, dan wilt u plaats nemen. Ah, kent geen manieren, meneer de voorzitter. Ga wel. Dat is goed. Er is opgesmeld van maken in plaats. Dat zeg je. Dus zij heeft u geslagen? Ja. En waarom? Omdat ik niet kan verdragen dat ze biesten zijn. Zij biestjes. Dus... Madame is niet proper. Wat? Wat? Nee, sorry. Ik bedoel dat ze van beestjes hield. Ah, wel? Is dat soms een misdaad, meneer de voorzitter, van een dierenvriend te zijn? Dat is naar gelang hoeveel dieren dat u had, nietwaar? Ah, wel een hondje en twee schildpaddekjes. Zo'n heel kleintjes, want ik neem ze altijd mee in mijn zakkos. Ja. En een nest witte mozen, twee kanarievogels, een papegaai en een aap. En die aap, meneer de voorzitter, is niet van mijn bed gelegd. Die aap, niet van mijn bed, hoor. Niet van mijn bed, zeg ik. Is dat waar, mevrouw Broekmans? Van Achterbroek. Ja, dat is waar. Maar hij kwam altijd zat naar huis. En dan deed hem zo flauw, hè. Ik denk, als hem nou nog eens zat naar huis komt, dan leg ik die naap neven hem in bed, hè. Ik denk, dan gaat hem die waardig verschieten. En die avond heb ik dan die naap in bed gelegen.
En ik ben dan bij madame van boven gaan slapen. Bij madame of bij meneer? Dat weet ik nou juist niet meer. We moeten noteren, niet hoor. Oh ja, meneer, nee, bij madame natuurlijk. Oh. Oh, ja. Maar hoe hebben we in bed kruipen? We zijn een zatte kop. Ik denk, nou, gaat het maar vastpakken en dan gaat het gebeuren, hè. Ik verwacht een kreet. Meneer de voorzitter, weet je wat dat is? Als je een kreet verwacht en hoort niks. Ja, maar weet je wat dat is? Als die duigen iets anders toch tegen mij zei, dat die nacht toch zo lief was. Die mensen die al heb gehoord, die moet ik vertellen om een collega meester Jean-Pierre. Dat is een goeie zeg. Is dat met kantoor van meester Jean-Pierre? Oh, die Jean-Pierre zelf. Ik heb hier een koppel en die hebben een affaire met een naam. Ha, ga maar een affaire toch niet bloot leggen aan iedereen zeker? Wat is dat nou? Zotteke. Weet u tegen wie dat gaat spreken, madame? Ja, ze nu. Tegen een aangekleerde pinguïn. Nee! Dat is niet een mooie. Ik heb een beetje wat is dat? Die meid heeft mijn hand geslagen. Hé, hey, dat gaat niet van mijn vrouw af, ze nu. Hé! Ja, ze nu, wat denk je gaan? Ga eens een biet komen dat je er zit. Ga gewoon van mijn vink blijven, dat heb je verstaan, hè. Heeft hem zeer gedaan, mijn bazenke? Ja, schatje. Heeft hem zeer gedaan. Kom aan, we trappen het hier af. Want hij is nog goed in staat van een goed dag samen naar het te trekken.